Goedenavond, welkom bij Pakhuis de Zwijger, AT5 en Salta. Mijn naam is Servas en vanavond gaan we het hebben over de buurt ontploft. Over explosieven in de stad. We horen het er steeds vaker over en toch lijkt het ook alsof het normaliseert. De uh, politie heeft het over zorgwekkende stijging. Want in 2023 werden uh, werd de Amsterdamse buurten al 209 keer opgeschikt door ontploffingen. En soms met fatale gevolgen. Vanavond praten we hier in Pakhuis met uh, experts, met mensen uh, uh, Eerder al van de politie, maar ook van Wonerbouwcorporatie van de gemeente. En anderen die hiermee bezighouden. Over wat dit betekent voor ons, uh, onze stad, hoe we leven, of hoe we ermee om moeten gaan. En gaan we op zoek naar uh, manieren om dit uh, misschien aan te pakken. Of nu vooral ook kijken of we het kunnen oplossen. Mocht je hiermee te maken hebben of wil je hier uh, een aanleiding hiervan. Uh, ja, heb je daar hulp bij nodig? Dan kan dat uiteraard. In beeld komt zometeen uh, de, de nummers van uh, Stichting Slachtofferhulp. Je kan uiteraard naar de politie, je kan naar de corporaties, Maar zoek hulp. Aan het einde van het programma zal ik daar meer over zeggen. We beginnen met um, hier het programma vanavond met. Uh, een, een journalist, Madelief van Dongen. En jij bent journalist bij uh, Nieuwslaggeef bij het Parool. Je ja. hebt veel over dit onderwerp geschreven. Mag ik om te beginnen een grote plaats voor Madelief van Dongen? <applause> en Madelief, we hebben uh, voor dit programma geprobeerd bewoners uit te nodigen. en, en, en te betrekken bij, uh, bij vanavond. En dat was heel moeilijk, sterker nog, het is niet gelukt. Um, is dat iets wat jij herkent? Ja, <laughs> ja enorm. Uh... Daar, uh, daar worstelen wij ook mee, uh, als journalisten bij Parool. Um, en dat, dat snap ik ook heel goed, want het is natuurlijk ontzettend impactvol. Het is ook spannend ja. om met media te praten over wat er uh, in, je, in, je, in, je, in je woning gebeurt. En um, ja, het is natuurlijk ook iets wat zo. Uh, een explosie gebeurt in je huis. Het is dat iets wat je veilige plek moet zijn? Ja. Um, dus je wilt of, of voorkomen dat dat vaker gebeurt. Dus ja, het is onwijs spannend om daarover te praten. Het is gewoon onveilig. In de meest letterlijke zin van het woord. Ja. Om daar met, uh, met mensen die op de wijk komt of in de krant komt over te praten. Ja. En dat te delen. Mensen zijn heel, heel huiverig. Ja. 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 We hebben een, een, een kort item van AT5 over waar een paar buurtbewoners wel praten over dit onderwerp. Laten we daarna gaan kijken. Ja, hoe was jouw nacht? Ja, het was echt slecht hè. Omdat ja, ik heb in de auto geslapen. Omdat, ja, ik heb gehoord dat uh, twee jongens. We hebben een uh, mollet uh, gegooid hier in de pand en uh, ja, het ging, uh, toen ging, het niet goed, hè. Angstige momenten gisteravond voor de bewoners van een gebouw aan de Gutserstraat in Noord. Bij een explosie in het trappenhuis sneuvelde de ruiten en brak er brand uit. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur te bestrijden. Ik hoorde een knal en daarna weer een knal. Ja, en toen hoorde ik geschreeuw van we moeten eruit, we moeten eruit. En toen ineens brandweer, politie, ja, toen ben ik eruit gegaan, want uh, ik denk, ja, mijn hond meegenomen ook. Oh. Ja, uh, ja, het was echt een uh, toestand, ja. Ik was uh, in mijn kamer toen ik de knallen hoorde, twee knallen was het, en ja, uh, yeah. niet normaal, ik ging al boven de dag gaan en zo, dus ja, uh, yeah. toen uh, ben ik bij de buren geweest, dus uh, gelukkig, maar uh, dat is niet normaal. Schrikwekkend. Ja, ik lag al te slapen en één uh, grote knal, een hoop glasgrinkel. En uh, nou ja, brand. Ja, en wat ging er door u heen? Ja, niet zoveel. Volgens mij moet het kwartje nog eigenlijk een beetje vallen. Dat zeg ik. Ik hoop niet dat het nog een keer gaat gebeuren. En alles is pik, zwart binnen ook. Je wordt er gek van, je kan gaan schoonmaken. Je hebt dus in de auto geslapen. Ik heb in de auto geslapen, ja. <laughs> Ik kan niet daar binnen slapen. Nee. Ja, vreselijke, vreselijke verhalen. Hoe, wat, is, herken je dit? Heb je dit. In je onderzoek ben je dit ook tegengekomen? Ja, <tie> nou, ik ben, um, ik ben dus nieuwsverslaggever. Dus ik ben ook, net zoals ATV, eigenlijk ja. vaak plaatsen de, de, de dag erna. Meestal gebeurt het uh, s uh, s avonds. S dan dus in de ochtend kom ik aan. En dan uh, hoor je ja, zeker ook dit soort verhalen van mensen die uh, niet, bijvoorbeeld ook niet meer thuis kunnen slapen, iemand die vertelt hier in zijn auto. Soms moeten mensen naar, naar vrienden of familie toe. Maar ook zeker in de weken, maanden daarna uh, heb ik ook van mensen gesproken. En dan merk je ook echt wat de impact is op uh, langere termijn. Ja. Dus je ziet ook echt inderdaad, zowel de emotioneel is de grote schade als in, en we zien inderdaad allerlei fragmenten uh, uh, stukken uit de krant. Ja. Maar dus zowel de emotionele als de fysieke schade is groot. Ja, ja, ja. dus meestal als ik aankom, en, aquihe, dat zullen veel mensen hier in de zaal ook herkennen, maar dan, uh, nou, de, de, dan is het dus de rust een beetje wedergekeerd, maar dan is de schade enorm. Dus dan zie je echt uh, deuren die eruit zijn, gevlogen, hele voorpuien. Uh, de brievenbussen. Je hebt ook best wel vaak secundaire schade, zodat dan stukken brievenbus bijvoorbeeld nog door, door ramen zijn gegaan. Um, dus je merkt dat het er uh, natuurlijk een enorme impact is bij doelwit, maar ook bij mensen die er omheen uh, wonen. Um, en dus inderdaad, de, 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 de weken, maanden daarna, uh, mensen die bang zijn om nog thuis te slapen, die niet kunnen, thuis kunnen slapen, bijvoorbeeld hun... Um, hun bed, uh, wat ze aan de straatkant uh, hebben als ze een slaapkamer daar hebben, uh, omwisselen uh, ja. naar de, de achterkant van het huis. Daar de hele tijd continu mee bezig moeten zijn. Dus ja, dat uh, merk je wel. Ja. Diepe impact. En je hebt, onder andere samen met Paul Vughts, heb je een uh, artikel geschreven over de Piet in Jaarbeurgh. Klopt. Ja, wat daar wel, um, uh, wat die zaak heel, heel triest maakt, is dat um, daar een uh, een katje is overleden van yeah. een buurjongetje. Dus een beetje voor de beeldvorming. Piet Zwarthof is een heel klein uh, soort van zijstraatje op Eiburg in uh, Amsterdam-Oost. Een, uh, een, um, een straat waar geen auto's mogen rijden. Het is dus best wel gemoedelijk, leuk. Kinderen spelen er op straat. En er zijn twee explosies geweest. De eerste was in uh, uh, januari of februari, als ik het goed yeah. heb. De andere in oktober. En dus bij die tweede, die was behoorlijk heftig. Uh, die bom die kwam eigenlijk terecht voor... Uh, het huis van de buren van het doelwit. En daar was ook de meeste schade. Daar zag je inderdaad ook zo'n brievenbus die door het raam van de bovenbuurvrouw uh, uh, ging. Um, en dus een, een, een klein poesje, een katje van, het, uh, van een overbuurjongetje van zeven jaar. Die lag daar lekker te slapen um, op straat en die uh, het er niet overleeft. Um, en dat heeft echt enorm veel impact gemaakt. Want als je dan die verhalen hoort van. Uh, uh, van dus de buurbewoners. Nou, een meneer vertelde bijvoorbeeld, die was, die was thuis en uh, uh, die was alleen met zijn dochter van, van één jaar en dus werd wakker van een enorme knal. Dat, dat, dat hoor je dus ook. Hè? Al die verhalen, glasgerinkel, vaak gaat het brandalarm af. Je weet niet wat er, wat er gebeurt. Rook. Soms hoor je mensen ook nog gillen. Dus mensen zijn echt in totale paniek. Wat gebeurt er mm -hmm. in, Godsnaam? Sta je op straat in je, in je pyjama? Um, uh, uh, in dit geval was dus de hele voorgevel. Was aan Dichelen, um, muren waar ons uh, je kan je huis niet uit. Uh, dus je zit jij zat met een kind uh, over een glasscherven, liep naar buiten, ziet daar een katje. Nou, ik zal niet in details treden, maar het was echt zwaar verminkt. Um, dus dat is echt, ja, niet te beschrijven wat dat doet met je gevoel van veiligheid. En uh, uh, ook dus de impact die dat heeft gehad op dus bijvoorbeeld dat buurjongetje. Um, dat is, ja, dat is echt heel, heel triest, ja. En dus 29 keer per jaar in 2023. Of nee, 2023. Ja. Um, dat is bijna elke dag. En dat wisselt natuurlijk ongetwijfeld van grote, Maar een ander voorbeeld was in de Jan Eversestraat, waar je dat ook uh, uh, verslag hebt moeten Ja, in de kapsalon bedoel je. Ja, ja? Kapsalon, ja. ja. ja dat was weer een hele andere zaak. Uh, dat is uh, iets meer dan een jaar geleden, denk ik. Ik kort te vertellen, maar dat was een kapsalon waar ook een explosie was geweest. Het was natuurlijk impactvol ook voor de buren. En nou de vraag was: waar komt het vandaan en waar heeft het mee te maken? Toen bleek dat vier dagen voor die explosie de eigenaresse van die kapsalon was exposed op social media. Dus eigenlijk zeg je dat het kijk kijken was gezet omdat er heel veel uh, hele slechte recensies over haar uh, ronden gingen. Um, Zij uh, zou haren hebben verpest van meiden. Ja. Dat, dat was echt. Het uh, nou, was echt een wraakactie. Nou ja, en, en uh, ik moet zeggen, de politie die heeft uiteindelijk uh, niet oh. helemaal, uh, ik kan niet zeker zeggen dat het daarmee te maken heeft, maar heeft wel gezegd. Kijk, dat is wel een voorbeeld van wat we zien, dat we ook steeds maar zien dat ook in sociale motieven zijn voor dit soort. Uh, Ah, Echt, ja, de dus, aanname ja. is over het algemeen, ja. dan, het is zware criminaliteit, maar het kan ook zijn mensen zijn boos op elkaar en doen dat dan. Bijvoorbeeld, ja, ja. dat was vorige week ook nog met een, een kledingstuk, geloof ik, een gestolen kledingstuk, een explosie, ja. Heb jij het idee dat, um, of hebben dan de bewoners die je, spreken, die je spreekt, hebben die het idee dat ze gehoord worden? Sprake, door de instanties, door de gemeente, door de woningbouwcorporaties of de politie? Of... Um, nou goed, inderdaad, mensen die dus echt heel uh, zwaar gedupeerd zijn, ook heel vaak niet. Uh, bijvoorbeeld ja. in de Piet Zwarthof is een voorbeeld waar <coughs> wat daar lastig was, was dat er dus zoveel tijd zat tussen die twee explosies. Ja. Um, daardoor hadden de bewoners ook het gevoel, oké, okay, nou, één explosie gehad, nou, we komen er een beetje van bij, hup, maanden later is er weer eentje. Um, dus dat, dat versterkt dat gevoel van... oké, okay, elk moment kan me dit weer overkomen. Er moet wat gebeuren. Uh, het de buren, die moeten weg. Dat kan natuurlijk niet zomaar. Um, dus veel uh, ja, mensen begrijpen niet altijd dat, uh, dat, 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 dat dat niet zo makkelijk is. En dat is iets denk ik, dat vanavond ook wel besproken zal worden. Maar veel um, boosheid, veel onbegrip. Veel. Ja, en ook wel veel dat, dat, ze, dat het, het gevoel is dat er veel naar elkaar gewezen wordt. Um, dat... Uh, ja, er worden, kunnen bijvoorbeeld camera's worden geplaatst, maar er is heel weinig zicht bij bewoners op wat gebeurt er nu eigenlijk gebeurt. Ze uh, klagen vaak dat ze niet uh, op de hoogte worden gehouden van onderzoek, van politieonderzoek. Um, dus dat, dat hoor je wel veel, ja. ja. Normaliseren we dit? Want bijna elke dag. Is ja, echt heel vaak. Ja, ja ik, ik merk dat ook wel, dat mensen die ik spreek steeds vaker hoor: je: joh, hoort het toch bij in Amsterdam? Ik ben in ja. Amsterdam, maar ik uh, pff, maak me daar niet druk om. Um, dat is niet, ja, het is niet normaal. Wij um, bij ProL schrijven ook kijk, minder vaak. In het begin bracht ongeveer elke explosie. Nu wordt er al vaker gekeken. Oké, okay, wat zijn bijzonderheden hieraan? Uh, hoe groot is de impact? Uh, wat schade? En daaraan, ja, dat is het niet in beton gegoten... maar elke keer kijken we weer, is dit iets wat we brengen? Mm -hmm. Ik denk wel dat er ook een rol ligt voor media om meer te... Um, reflecteren op die normalisatie van oké, okay, uh, wat zijn nou, wa, wat, wat, wat is de kern van het probleem? Wat um, ja, uh, uh, waar komt het allemaal vandaan? En um, ik denk dat dat, dat dat wel belangrijk is om ervoor te zorgen dat het niet gewoon iets is wat ja. Zoals de afgelopen tijd inderdaad steeds vaker er wel weer over gesproken wordt, in ieder geval de oorzaak. De ja, precies, ja, ja. Wat zouden de eerste stappen zijn richting een oplossing? Hoe, hoe, hoe komen je uit? Ja, dat moet ik niet aan de journalist vragen. Nee, nee, ik kan daar echt geen antwoord op, op geven. Ik denk dat, nee. dat um, uh, een van de kernen is, is dat er een, nou, natuurlijk ook heel, heel veel jonge, uh, jonge mensen die dit doen, jongens vooral, die, die, um, voor wie de, de risico's en de gevaren die het met zich meebrengen. Brengt om dit te doen, eh, eh, niet opboksen tegen, of, ja, ja, tegen wat het ze brengt. En mm -hmm. um, dat is denk ik iets uh, wat wel uh, ja, heel belangrijk is om naar te kijken: van wat kunnen we, ja, hoe kunnen we dat beter begrijpen en wat kunnen we daarmee doen. Meneer dank je dankjewel voor vanavond hier bij het praten. Mag ik graag te pas? Meneer en wij gaan doorpraten met uh, andere mensen, namelijk met Marielle Voppen, manager stadsbeheer bij Stadgenoot. Kom alvast inderdaad naar voren. Pierre van Rossum, directeur openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente Amsterdam. En Virtual Tevreden, oprichter van Stichting Jongeren die het Kunnen. En Eigenkracht, Jeugd en Gezin. Um, virtual, we beginnen met jou. Ja, jullie allemaal, fijn dat je bent. En grote applaus voor deze mensen graag. <applause> fijn dat jullie hier zijn. En um, kan je. Een, kun kan je kort vertellen, wat, 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 wat is Stichting Jongeren in het kunnen en wat is eigen kracht? Stichting Jongeren in het kunnen die biedt naast onze dagbesteding en ja. ambulante begeleiding aan een zeer kwetsbare doelgroep. Uh, jongeren met een uh, LVB-problematiek, jongeren met een forensische achtergrond en jongeren met een uh, Ja. En eigen kracht die biedt uh, uh, zelfstandig wonen, begeleid wonen en... Uh, um, Zelfstandig wonen, begeleid wonen en... Uh, uh, ik ben het even kwijt. Ja. Je helpt in ieder geval. Beschermd wonen, sorry, uh, beschermd wonen, uh, sorry. Beschermd wonen. Zelfstandig wonen. Dank dat je dat doet. Dank je wel. Uh, uh, jij hebt ook op een van, van de plekken uh, waar je jongeren helpt, heb jij dit ook meegemaakt? Aan ja, ja, helaas. Ja, wat, wat gebeurde er uh, Er is een explosief bij een van onze zelfstandige woningen geplaatst en op dat moment dan ga je als persoon echt door een uh, rollercoaster. ja. Yeah. dan word je gebeld en dat uh, een explosief geplaatst is en dan ga je midden in de nacht ga je daar naartoe en dan uh, kom je daar aan en dan zie je dan dat de hele deur helemaal kapot is. jongeren zijn helemaal uh, in paniek mm -hmm. en dan uh, begint, uh, begint dan is het heel los en dan begint het eigenlijk. dus dan bij enerzijds bezig, die deur moet gerepareerd worden, dan heb je allerlei instanties, moeten er iets mee, ben je bent waarschijnlijk vooral bezig met de jongeren, ja, te zorgen dat is. ze rustig ja, zijn. En... Ja, dat is, dan moet je die jongeren evacueren, een andere woning plaatsen, zorgen dat, de, dat ze echt een, een, een nazorg uh, geven, mm -hmm. kijken wat de staat van die woning is, buurtbewoners zijn uh, natuurlijk ook niet blij, de politie, en dan begint het eigenlijk, en, uh, ik hoorde iemand net in de zaal ook afvertellen, van, uh, ja, dan begint het ook echt ja, ja, we hadden inderdaad in het, in het vorige gesprek altijd en iemand refereerde daarna. Maar je moet dus allerlei instanties, verzekering. Uh... Ja, ik, 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 ik heb eigenlijk voor het eerst aan in deze, in deze kant gestaan, dat je dan een beetje onbegrip ervaart. Je ervaart dat je dan als dader wordt gezien. Iedereen wilt wat van je. Je staat een hoge druk van de gemeente. Want hoe zou, hoe zou zien je als dader? Nou ja, de buur, het begint, het begint ja, alleen met. Buren de benadering alleen maar al, ja. en dit is was, het was niet in de gemeente Amsterdam gebeurd, dat is in een andere stad gebeurd. En dan begint het eigenlijk dat je natuurlijk uh, een vraag krijgt, als hoe kan je ervoor zorgen dat het niet meer nog een keer gebeurt. Ja, dat zou ik heel graag ook zelf willen beantwoorden. <laughs> ja. Maar dan moet je een oplossing bedenken van hoe zorg je ervoor de veiligheid van de buurt. En dan ben je eigenlijk slachtoffer, maar daar ervaar je dus wel een soort van. Ja, ja, de buren kijken je aan, het ja, van ja, de de gebeurt. Ja, dus er is iets aan de hand. Ja. dat je zelf eigenlijk moet gaan uitzoeken wat er, gespeeld, wat er gebeurd is. En dan begint de verzekeringsgedeelte. Dan begint de, dan begint de buurt. Dan komt de politie. Dan komt de handhaving. Dan komt de gemeente. Uh, ja, ze gaan zomaar door. En tegelijkertijd moet je nog jongeren ook nog uh, de nazorg leveren. Dus er complete dagtaak erbij om, ja. om dit in goede ja. banen te ja. halen. Ja. ja, ja, ja. We hebben nog een item van AT5, waar ook weer op ingegaan wordt, op specifiek waar dan de aanleiding zit en wat er nou gebeurt. Laten we daar naar gaan kijken. En het heeft ons ook wel overrompeld in de hoeveelheid, uh, afgelopen jaar zeker. Voor de derde keer deze maand is er een explosief afgegaan. In Noord, Oost en Zuidoost gingen explosieven af. En opeens een gigantische knal, de hele flat trilde. Bijna 200 explosies waren er vorig jaar. Een verdubbeling ten opzichte van 2022. De explosieproblematiek wordt pijnlijk duidelijk wanneer de driehoek deze week cijfers van afgelopen jaar deelt. Danique, niet haar echte naam, woont in een woning van een corporatie. Veel van die woningen staan in kwetsbare wijken. En bij haar buren ging begin dit jaar een explosie af. Snacht zijn er dus uh, explosieven naar binnen gegooid. En uh, door de druk van die explosieven uh, is er bij mij dus een grote scheur in de muur gekomen. Uiteindelijk bleek asbest in de muur te zitten. En nu zo'n twee maanden later is haar huis nog steeds niet in orde. Ja, ik voel me een beetje hopeloos. Ik weet gewoon niet of ik binnenkort weer uit mijn bed word geknald. En dat is eigenlijk al genoeg. Gewoon waarom ik daar weg wil. En ik heb in de tussentijd nog vaker gebeld en geappt van, Hé, hey, zou ik hier nog over teruggebeld kunnen worden? Maar dat is nu nog steeds niet gebeurd. Eigenhart herkent de situatie. Daniek huurt overigens niet bij deze corporatie. We zijn er echt mee bezig. We voelen echt hoe het leeft en we vinden het zelf ook vreselijk. Maar we hebben er gewoon nu niet 1-2-3 en pas klaar antwoord op. We spraken de zes grootste Amsterdamse wooncorporaties en alle zes zeggen ze hun handen vol te hebben aan deze problematiek. Wanneer je de schade ziet naast het stapelbed van kleine kinderen, dan schieten de tranen je in de ogen. Dat het nog bij materiële schade blijft mag een wonder zijn. We houden ons hard vast tot het echt misgaat. Het frustrerende is dat je alleen maar reactief kunt zijn als corporatie. Echt voorkomen kun je niet. Als je ziet van, het uiteindelijk zijn het criminele activiteiten. Dan nou zou je in feite nu al kunnen zeggen dat het probleem is te heftig geworden voor corporaties. Corporaties trekken samen op om dit probleem tegen te gaan. Het worden dingen van ons verwacht, denk ik, die uh, niet helemaal reëel zijn vergelijken met wat, wat onze rol is. Wij zijn in die zin natuurlijk ja, toch in eerste instantie een woningcorporatie en geen uh, ja, geestelijke verzorger. Het is nog op het randje. Ik denk, als er nog één keer iets gebeurt, dan ga ik echt weg. Maar ja, het is natuurlijk moeilijk om. Zomaar snel uh, een andere woning te vinden. Maar alsnog vind ik wel dat ze een soort van plicht hebben om in ieder geval te luisteren naar wat de bewoners zeggen. Ik begrijp ook zeker de emotie. Ik denk alleen dat verhuizen niet altijd de oplossing is. Of vaak niet. Want kijk naar waar het zich het afgelopen jaar en, en ook in deze eerste twee maanden van het nieuwe jaar allemaal al heeft afgespeeld. Ja, als jij in Oost woont en zou willen verhuizen naar West, dan was je daar ook de klos geweest. Het zit overal. Kun je begrijpen dat niet voor iedereen meteen zo'n oplossing beschikbaar is? Ja, ik begrijp dat je dat zegt, maar dan denk ik ook van, dan had de woningbouw dat zo tegen mij moeten uitleggen. Ik denk dat we daar ook nog wel uh, wat meer open kunnen zijn of transparanter kunnen zijn. Ik denk dat dat ook iets is waar we uh, met elkaar op misschien op moeten gaan samenwerken, want het is genoeg, joh, stop. Dankjewel. Ja. Uh, uh... Uh, Marielle, je bent van, uh, uh, van de stadgenoot, van van je bent manager gebiedsbeheerder. Uh, en vanavond wordt geïnitieerd onder andere in samenwerking tussen de uh, gezamenlijke woningbouwcorporatie hier in de stad met Pakhuis Zwijger. Um, waarom is het zo belangrijk dat we hierover praten? Ja, dit moet natuurlijk naar voren komen en leven op het... Maar ja, als je dit lu luistert, dan lijkt het alsof jullie het als woningbouwcorporatie gewoon ook echt niet meer aankunnen. Nou, dat is uh, niet meer aankunnen, dat klinkt uh, heel zwaar, maar uh, we zitten wel op de toppen van ons kunnen. Ja. Uh, sterker nog, uh, voor stadgenoot geldt dat wij extra formatie aantrekken, heel specifiek ja. om uh, alleen dit probleem uh, met elkaar aan te kunnen pakken. Want um, hoe, 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 hoe kan je dit probleem dan aanpakken? Want er is onbegrip, je kan moeilijk verhuizen, want dat werd ook al gezegd, ja. Ja. Dan ga je van oost naar west, maar dan speelt het probleem ook. Het speelt overal. Nou, het probleem is natuurlijk tweeledig. Uh, aan de ene kant heb je de technische schade, die je als corporatie natuurlijk moet, uh, moet gaan oplossen. Mm -hmm. uh, in sommige gevallen is de schade zo groot dat je mensen wat langer uit de huizen moet plaatsen. Nou, daar ben je dan uh, min of meer verantwoordelijk voor of word je verantwoordelijk voor geacht. Yeah. Uh, uh, het herstel uh, van de woningen, dat kan langere tijd duren. Ook omdat het acuut is. Het is niet ingerekend. Materialen zijn niet besteld. Dus, nou, dat is al iets waar je voor komt te staan. Nog even los van alle kosten. Waar ik straks misschien nog wat over kan zeggen. Yeah. Um, maar het begeleiden van de bewoners, wat net ook al aan de orde uh, is geweest. Dat is ook een taak die daarbij gekomen is. Er wordt best veel van ons verwacht. Yeah. Als corporatie. We willen daar ook best ver in gaan. Um, maar het onmogelijke uh, kan natuurlijk niet van ons gevraagd worden. Uh, en die. Uh, verwachting ligt wel zwaar op de schouders van onze medewerkers. Dus in een, eigenlijk in een, in een tijd waarin er heel veel gevraagd wordt van de woningbouwcorporaties: er moet gewoon bijgebouwd worden, we hebben allemaal goede huizen nodig, ze moeten allemaal goed geïsoleerd worden. Dit is gewoon extra en dit is heel verstorend. Herken je dan het, uh, de boosheid en frustratie van de huurder in het filmpje? Ja, en die begrijp ik heel goed. Ja. Um, wij hebben vorig jaar uh, alleen als corporatie stadgenoot uh, 27 explosies uh, gehad. Mm -hmm. De teller staat op dit moment bij ons uh, voor uh, de eerste vier maanden al op 17. Ja. Uh, dus die trend uh, zet zich dit jaar nog, uh, nog scherper door dan vorig jaar, uh, als je dat zo doorrekent. Uh, dus wij spreken nogal wat huurders die dit meemaken. En uh, ja, uh, wat wij daar zien is, uh, is enorme onmacht. Uh, die zich soms vertaalt in boosheid, die wij best goed begrijpen. Ja. Want je zou maar s'nachts op straat staan in je pyjama, uh, met je kinderen, met je huisdieren. Je hebt geen idee voor wie het bedoeld was uh, en, en wat de gevolgen daarvan zijn. En of je diezelfde nacht of volgende dag nog terug kunt in je woning. Dus we begrijpen heel goed dat daar frustratie uh, zit en dat er angst zit. Ja. Uh, en dat dat zich soms vertaalt naar uh, boosheid, ook richting de corporatie. Uh, ja, we proberen dan uit te leggen wat we wel kunnen, maar ook wat we niet kunnen. Ja, en soms zijn dat wel antwoorden die, die huurders niet graag van ons horen. Nee, als een we kunnen hier niet zoveel aan doen of we kunnen niet ingrijpen of we weten niet waar het vandaan komt. Dat, uh, dat is er, denk ik ook niet aan ons. Hè? Dus de, de opsporing uh, uh, ligt in handen van de politie ja. uh, en soms ook voor een deel uh, bij de gemeente of de samenwerking daartussen. Uh, wij zijn er vooral voor het herstel van de schade. Ja. Uh, en zorgen dat het in de buurt weer een, een klein beetje rustig wordt... en daar ook goed over communiceren. Um, maar je ziet nu dat er dus van ons verwacht wordt... dat, um, nou, net werd al aangegeven, bewoners denken dat daar waar... Uh, het beoogde doelwit, dat we die dan maar even uit huis moeten zetten. He, ja, die kunnen toch niet meer terugkomen in de woning. Dus corporatie, zorg maar dat deze mensen verhuizen. Ja, juridisch gezien kan dat al helemaal niet. Dat moet nee. altijd via de rechter. Dat hebben we een paar keer geprobeerd en dat is niet succesvol uh, ge, gebleken. Um, en uh, anderzijds, dat mensen zeggen: Ik voel me hier zelf niet meer veilig. Het was niet voor mij bedoeld, maar ik woon er wel naast. Ja. Uh, en in sommige gevallen zien we ook dat het vaker dan één keer op een woning plaatsvindt. Ja, dan, dan, dan uh, wordt wel bij ons de vraag neergelegd: uh, Ja, stadgenoot, verhuis ons maar. Zorg maar voor een andere woning. Ik wil hier niet meer wonen. Heel begrijpelijk. Maar Heel begrijpelijk. Maar mogelijk om te beantwoorden: Ja, dat kunnen we gewoon niet doen. En Pierre van Rossum, je bent uh, directeur openbare orde en veiligheid van de gemeente Amsterdam. Mm -hmm. Dit uh, is een groot probleem voor de gemeente. Hoe... Ja. Het beeld wat ik heb is dat het vaker gebeurt. Ik heb een aantal keer dat cijfer vorig jaar genoemd, die 209. Een gigantisch cijfer. Uh, klopt het? Hoe, hoe, hoe ontwikkelt dit zich? Hebben we er grip op als samenleving? Ik heb een paar plaatjes uh, bij me. Dus die ja. kunnen misschien uh, op het scherm gezet ja. worden. Uh, ook even in zijn perspectief uh, plaatsend. Um, uh, het, zeg maar, de vuurwerkbommen, zoals je kunt noemen. Dat is in 2017 uh, begonnen. Zou ik zo, uh, nee, 2019 is dat begonnen. Hmm. Voor die tijd. Hadden we veel plofkraken. Mevrouw refereert er al aan. Maar dat was op geldautomaten gericht. Dat is eigenlijk wel achter de rug. Dat komt niet veel meer voor. En we hebben een tijd gehad dat de handgranaten werden neergelegd. bij bedrijven, koffieshops en dergelijke. om ze ja, onder druk te zetten. Dat is ook achter de rug. Ja. Dus ik wil maar zeggen. er kunnen fenomenen zijn die ook weer op een gegeven moment verdwijnen. Maar dit is een nieuwe. En zoals dit plaatje zien. onrust uh, onder de burgemeesters. Want dat komt niet alleen in Amsterdam voor. Maar het komt, naar, u kunt door naar het volgende, het komt in heel Nederland uh, voor. Dat kan je hier zien, uh, met name in de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere. Maar je ziet eigenlijk behoorlijk ook in het in hele land eigenlijk, dat zich dit um, voordoet. Maar als we weer even inzoomen op Amsterdam, en dan kan ik het volgende uh, plaatje laten zien. Ik zou in 2019 is dit begonnen, toen hadden we maar 18 explosies. Dat zijn er in 2020 17, nou, vlakke lijn. Maar eigenlijk vanaf 2021 zien we elk jaar een verdubbeling: 4700, 105, 209. En nu, dit jaar, je refereerde er al aan, tot en met uh, nu zijn het er ongeveer 65. Ja. Nou, als je dat een keer drie zou doen, dan zou je hetzelfde niveau als 2023 halen. En niet weer een verdere stijgende lijn, dat weet ik niet. Maar dat is allemaal toch al veel te veel. Ja, en heel erg. Ja. Maar uh, om het toch even te begrijpen, want het. Want waar we het nu over hebben, mm -hmm. dat zijn dus die, echt die ontploffingen. Ja. Yeah. Waarom is dat dan anders, die vuurwerkbommen versus die plotskraken versus die handgranaten? Ja, zijn heel andere doelen. Met de handgranaten was het wel heel erg om ondernemers yeah. onder druk te zetten. Vaak koffieshops ook, uh, cafés. Uh, dus er waren echt zakelijke conflicten, zag je daar duidelijk in. Uh, met plofkraken ging het echt om geldautomaten leeg te trekken. Yeah. Echt, maar daar zaten vaak woningen boven. Waardoor ook de schade voor de omwonenden groot was en de angst en zorgen groot was. Maar daar was de oplossing relatief makkelijk... dat je kan zeggen, die geldt automatisch er ergens anders neer? Bijvoorbeeld. Of we zorgen ervoor dat je na zeven uur er niet meer bij kunt bij het ja. geld. En dan, het gebeurt toch vaak s'avonds en s'nachts. En nu, uh, dit fenomeen is meer op woningen gericht. Ja. En meer is ook op de bewoners die erin wonen... die mogelijk nou, crimineel zijn. Of het is ook een manier om familieveten uh, op te lossen... Uh, of het is uh, een liefdesverhouding die is misgegaan. Net al het voorbeeld uh, van een kapsalon. Ja. Waarbij, uh, uh, mensen ontevreden zijn hoe ze geknipt zijn. Het zijn hele diverse oorzaken. Maar het is wel iets wat heel veel herhaald wordt. En misschien ook eventjes deze tabellen van waar gebeurt het nu in de stad? Dat je hier heel goed uh, kunt zien. We hebben in Amsterdam we hebben we politiedistricten: Centrum, Noord, Oost, West en Zuid. En zie je eigenlijk vooral dat in Oost, hebben we het ook over Zuidoost, Eiburg. En in West, en dan hebben we het over Nieuw-West en West... daar komt het verreweg het meeste voor. In Zuid en Centrum bijna niet. En ik moet zeggen, Noord is aan het inhalen. Dus dit jaar zijn er in Noord ook heel wat explosies. Slechte trend om in te halen. Ja. Maar, um, ja. ja die, is, over de hele stad gebeurt het, ja. maar het is wel de plekken waar... En waar de meeste sociale huurwoningen ook zijn. Okay. Dat zie je ook. En daarom zijn de corporaties... Dus heel vaak is het in corporatiebezit... en is ook de zorg bij de corporaties hoe ermee om te gaan. En wat ik probeer te snappen, maar dat lukt niet helemaal, maar dat betekent dus voordeel is dan dus dat gebeurt bij, um, op basis van een criminele circuit. Iemand doet iets in een criminele circuit, daar, daar is iemand anders boos over, in ja. hetzelfde circuit, en dan is daar een reactie op. Ja. Dat is dus niet de enige reden. Dus nee. dus ook, nee. Ik heb het uitgemaakt met jou, en dan ben je boos op mij, die, en dan blaas je mijn voordeel op. Ik, ik weet, er is zelfs een voorbeeld van dat het ging om wie bestuurder zou worden van een, christelijke, of van een kerkelijke instelling. En dat ging onderling niet goed en daar is ook een bom geplaatst. Dus ik wil maar zeggen, de achtergronden kunnen zeer divers zijn... Ja, die is die alleen het middel, het middel is, is steeds hetzelfde en het effect ja. is steeds hetzelfde. Grote schade en ellende onder de bewoners. Ik, um... <laughs> en, en dat maakt ook dat de oplossing ingewikkeld is... als de oorzaken, zover, of tenminste het doel, uh, zo ja. verschillend is. Ja, dat, bizar. Um, <laughs> ja, nee, dat, als je niet voorzitter wordt van een stichting voor een kerk. Dat is niet de reden om dit te gaan doen. Maar als je dus nu hier dus naar al deze uh, verhalen kijkt, vraag me dan wel, hoe ga je dit oplossen? We ja. hebben van tevoren gesproken met uh, Murat Cezzar en uh, Murat is um, van de politie in, uh, hier in Amsterdam en uh, we hebben hem uh, gevraagd naar ja, hoe hij naar kijkt en ook vooral wat de gevolgen hiervan zijn. Laten we naar de video gaan kijken. Hoi Murat, leuk dat je er bent. Fijn dat we jouw perspectief op deze manier um, alsnog mee kunnen nemen. Um, allereerst, wat is jullie rol als politie in dit verhaal als het om de explosieven gaat? Kijk, uh, wat betreft onze rol, dat zit hem vooral in te opsporen. Ja. Uh, en uh, vooral in ieder geval kijken, wat, wat speelt hier op explosieven? Hoe kunnen we dit tegenhouden? En daarmee in ieder geval die veiligheid bieden aan de burger die erbij hoort. Want we hebben natuurlijk in het veiligheidsdomein hebben we een rol daarin als politie. Ja. Um, ik begreep al van jou eerder dat jullie een, 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 een meer mensen hebben aangehouden rondom dit onderwerp. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Nee, ik, ik kan de vergelijking trekken, in geval als het gaat om vorig jaar. Uh, en ik kijk even terug naar uh, een behoorlijk aantal explosieven. En we hebben daar in ieder geval eind vorig jaar 25 mensen aangehouden, ja. en veelal jongeren. En dit jaar. Uh, in vergelijking, we zijn nog geen, uh, niet aan het halverwege het jaar, hebben we dezelfde aantallen al aangehouden. Dat betekent dat we beter worden in het opsporen, ja. uh, achterhalen waar het vandaan komt en in ieder geval die heet hete heet daadkracht vergroten wat betreft uh, in ieder geval de daders. En hoe komt dat dat jullie opsporing verbeterd is de afgelopen Maanden eigenlijk dan? Nou, kijk, naar allerlei van uh, de toename vorig jaar van het aantal explosieven, hebben we binnen onze organisatie samen met het Openbaar Ministerie een aantal keuzes moeten maken. Ja. Want we zien namelijk die toename, wat dat in ieder geval betekent uh, als het gaat om veiligheidsgevoel en de gevaarzetting voor de burgers in Amsterdam. Daar hebben we een keuze gemaakt om een aantal uh, research teams bij elkaar te zetten en daar eigenlijk dedicated. Uh, het hele week 24 7, bezig zijn met explosieven. Dus er zijn echt mensen bij de politie nu echt fulltime bezig met het, het opsporen. Het... Klopt. Ja. Het opsporen, duiden, achterhalen en ja. aanhouden van de verdachten. Ja. Die uh, in geval explosief. Of voor explosieve veroorzaken, al dan niet plegen ja. En wat kun je, wat, wie zijn de mensen? Wat kunnen, je zijn het al, jongeren, noemde je net al, maar wie. Wat zijn de oorzaken achter dit soort explosies en wie, wie zijn degenen die dat doen? We hebben te maken met drie verschillende achtergronden. Dan noemen we wat mij betreft, het gaat om het conflict in zwaar crimineel milieu. We hebben te maken met ruzies in de sociaal uh, 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 relationele sfeer. Ja. we hebben te maken ook daarnaast met kleingeschillen. Daarmee bedoel ik in ieder geval, soms kan het tussen bedrijven, tussen jongeren. Ja. Dat zijn drie verschillende categorieën ja. die hier in ieder geval een rol spelen. En, wat, en, en wie zijn degenen die het doen? Wat kun je daarover zeggen? Wat ons opvalt, in, in, in ons onderzoek vorig jaar en dit jaar... dat het veelal jongeren zijn. Ja. En we schrikken ook van uh, het, de leeftijd van jongeren. Nou, we hebben, als ik in in zin, uh, terugkijk naar het afgelopen jaar... hebben we een aanhouding gehad van een twaalfjarige. Dat en zou je niet kunnen verwachten. Hoe kan je in een, op zo'n leeftijd al uh, crimineel actief zijn... al dan niet die laten in ieder geval misbruiken, dat je zoiets in geval gaat doen. Ja. Uh, maar waar ik vooral, voor, vooral van schrik is, in ieder geval van de opdrachtgevers, die misbruik maken van één, naïviteit misschien, hè? Ja. maar tegelijkertijd uh, onder druk zetten van dit soort jongeren om zoiets te plegen. Ja. ja, want deze jongeren doen dat dus vaak omdat zij uh, geronseld worden. Het is niet, niet hun eigen geschil vaak, maar zij krijgen daar dan een paar honderd euro voor of iets dergelijks. En dan... Uh... Ja. Wat wij op dit moment weten is dat dat inderdaad het geval is. Hè? Ze worden geronseld. En daar hebben we te maken met opdrachtgevers, met ronselaars en met uitvoerders. Hè? Ja. En dat zit in de gradatie. En deze jongeren doen het voor het geld. Ja. Niet beseffend welk gevaren ze zelf hebben lopen. En wat zijn de consequenties voor hun als het gaat om straffen, ja. als ze aangehouden worden. Maar ook weer in financieel kwesties. Ja. Ja, maar wat, als... wat, zijn die, wat zijn die consequenties? De consequenties natuurlijk is als het gaat om hun toekomst: dan word je ja. aangehouden. Dat betekent nogal wat voor jou, ondanks het feit dat je minderjarig bent. Hè? Ja. Want daar zijn er. De, de, de jeugdrechter kan daarin een, een aantal straffen opleggen. Maar daar hebben we ook in ieder geval als het gaat om. Uh, waar ik in ieder geval veel meer bij wil stilstaan. Als het gaat om de financiële kwesties. Want ze zijn namelijk geldgedreven of financieel gedreven, deze ja. jongeren. Ja. Uh, Denkend dat ze in ieder geval het verschil kunnen maken voor hun ouders. Die mogelijk in armoede leven. Dat zal niet het geval altijd zijn. Uh, maar dan, uh, als ik kijk in ieder geval daarin. In, de civiele kant, waarbij de woningbouwverenigingen of ander soort uh, panden die schade hebben opgelopen, dat loopt in de 10.000 euro. Ja. Nou, waarbij, in geval, als we jou in ieder geval kunnen achterhalen, dat betekent dat als je voor die schade opdraait. Ben je onder de 14, dan zijn je ouders die dat moeten terugbetalen. Ben je boven de 14, nou, dan ben je zelf verantwoordelijk daarvoor. En dat kan in ieder geval betekenen dat je de rest van je leven niks meer kan. Ja, omdat je, je, je dus nou. tien of honderdduizenden. Euro's Als je kijkt of naar de schade, dat gaat echt ja. af en toe tientallen duizenden ja. Ja. euro's. En dit, dit, dit besef van de, ris van de risico's is er niet bij degene die het. Uh... Nee, zeker niet. Nee. Nee. Okay. Nou, misschien zit er ook een, natuurlijk een ander component daarin, daar wil ik bij stilstaan. Dat zit hem in uh, het maatschappelijk context. Ja. Hè? Ja. We zien namelijk daarin uh, dat er daar heel veel armoede is. Niet alleen in de stad, hè? Ja. dat zien we in onze samenleving. Ja. En we zien jongeren die denken dat ze in ieder geval het verschil kunnen maken door wat geld bij te verdienen om hun ouders erbij te helpen. Ja. Nou ja, goed, dat, dat is een maatschappelijk probleem die wij niet alleen kunnen oplossen. Dat nee. kunnen we alleen maar samen uh, als maatschappij. En ja. natuurlijk speelt daar ook een rol uh, uh, voor de politiek. Maar ja, goed, het, volgens mij is het probleem niet nieuw als het gaat om dat maatschappelijk context ja. en armoede. Want zou, wat, welke stappen kunnen we nu als samenleving of als, als maatschappij zetten... om uh, nou ervoor te zorgen dat dit voorkomen wordt? Of, ja. Kijk, als samenleving uh, zit daar een stukje van... wat zien wij, wat signaleren wij... en durven wij in ieder geval daarin wat we in signalen oppikken... dat we daar in ieder geval aan de bel trekken... door in ieder geval te bellen met de politie. Of je dat in ieder geval actief ja. doet of anoniem. Hè? Dat zie ik graag gebeuren. Maar tegelijkertijd je rol als ouder... Uh, richting de kinderen, als je ziet dat je kinderen veel meer geld hebben of bepaalde zaken thuis hebben, dat je je vragen bij stelt. Hoe komen ze eraan? Wat gaan ze hiermee doen? Ja. En dat je of misschien zelf in actie komt, of dat je hulp daarbij zoekt. En dat kan, de politie is een van de instanties waar je kan aankloppen. Ja, ja het is niet een eendimensionaal probleem met een uh, simpele oplossing. Het is een diep maatschappelijk probleem <tie> waar we in ieder geval allemaal uh, van de bak staan, van de lat staan, omdat ze, uh, om hiermee. Uh, dit op te lossen. Virtual, ik weet niet wat, of je kan of wil zeggen, maar een van de jongeren die begeleid um, is ook uh, dader. Um, kan je iets zeggen over de consequenties? Want uh, uh, Moer had uh, zij er al wat over. Kan je iets zeggen over de consequenties? Waar, wat, wat gebeurt er dan met iemand op momenten die gepakt wordt? Ja, dan uh, er zijn twee consequenties. Eén is natuurlijk het uh, als je opgepakt is, dan gaat hij daar natuurlijk in, een, uh, in de gevangenis in. Mm -hmm. Dan uh, gaat er, wordt er een plan gemaakt voor zo'n jongen. Wordt de jongen geschorst of niet? Ja. Yeah. Um, en dan kan er een straf bovenuit komen. De andere consequentie is dat zo'n jeugdige wellicht onder druk gezet is. Uh, wordt gedwongen wellicht om te praten. Hè, en niet wilt vertellen wie de opdrachtgevers zijn. Yeah. En als hij dus wel vertelt, ja, dan heeft hij dan consequenties wanneer hij weer vrijkomt? En veel vaak <laughs> overzien wij dan dat zulke jongeren wellicht geronsterd worden... aangestuurd worden, uh, bedreigd worden, niet eens uitbetaald worden. Dus dan zit zo'n jongen in een dubio. Dus de straf die soms uh, vanuit de justitie wordt opgelegd... zien ze eigenlijk veel lager dan de straf die ze te wachten staat... wanneer ze naar buiten komen. Ja, maar dat betekent dus inderdaad... ze. Um... Deze jongeren lopen dan, nou ja, zijn verantwoordelijk, worden ze gehouden en zijn verantwoordelijk voor de schade. En is dus ook strafrechtelijk worden ze vervolgd. En is dus met onderwijs, dus alle instanties waar ze met te maken hebben, krijgen ze het volledig af zich heen. En als ze iets zeggen, dan worden ze aan de andere kant ondergezet of wordt misschien de omgeving onveilig. Ja. ja. Of de opdracht is niet goed uitgevoerd. Dus dan is het bij de buurtbewoner neergezet. Dus dan lopen ze al sowieso risico dat ze wellicht ter verantwoordelijkheid worden gesteld dat het niet goed gaan is zoals het moet gaan. Maar de, consequent, of de, de conclusie die eruit trekt is in ieder geval dat je dus niet de makkelijke oplossing kan, dat niet zeggen, no, we moeten juist harder straffen, dat, dat lost ze dus niet op. Het moet dus. Maar wat kunnen we dan wel doen om hier vinger achter, de, achter, de, achter het probleem te krijgen? Dat is moeilijk. Ja, <laughs> nee, nou, ja. dat is echt moeilijk. Hm. Want ja, hoe? Vaak als ik jongeren spreek, dan is het vaak vanuit financiële gewin of. Weten ze nauwelijks niet, nog niet eens bij wie ze het hebben gedaan? Uh, zien ze zelf het dus, kwaad er niet van in? Want het is net alsof je gewoon vuurwerk afschiet op uh, oudjaarsdag. Vaak denken ze dat ze makkelijk vanaf kunnen komen. Dus het is best moeilijk om uh, ja, een, een goed kindklaar antwoord op te geven. Het is een slechter Actie op één moment met ja. een lonkend perspectief van extra geld op dat moment. Ja zonder dat ze het hele perspectief hebben overzien... Ja. en alle consequenties terugdraaien en weer al zijn op het moment dat je gepakt wordt. Ja. Maar we doen natuurlijk wel het nodige. Ja. Dat er een beetje de suggestie ontstaat van... we kunnen niks en we doen niks. Mm -hmm. Maar dat is niet waar. Um, vooral ook als het ergens gebeurd is... en als we signalen krijgen dat het een herhaling kan komen. En dat gebeurt ook vaak een tweede keer... soms zelfs een derde keer in de straat. Maar als we die signalen hebben... dan kunnen we bijvoorbeeld vanuit de gemeente kunnen we een woning sluiten... Als ja. we ook weten dat de persoon die daar woont echt ook het, het aantrekt. Dan kunnen we wonen sluiten, dat doen we inmiddels regelmatig. Wet is daarop gewezen hoe dat kan. We plaatsen vaak camera's. Ja. En een camera zorgt toch voor dat potentiële daders uit beeld blijven en het ook niet meer doen. En we kunnen ook, zeg maar, de mensen op wie het gericht is, kunnen we een gebiedsverbod geven. Zodat ze uit de woning of uit het gebied wegblijven. Waardoor voor de daders ook geen reden meer is om daar een bom te plaatsen. Deze instrumenten zetten we vorig jaar veel in. En dit jaar ook nog veel meer. Om in ieder geval herhaling te voorkomen. En dan is het natuurlijk verder de kunst. Hoe kom je aan de voorkant? Dat je überhaupt voorkomt dat dit soort dingen gebeuren. Dat, die is veel moeilijker. Ja, omdat, dat eh, omdat het een flitsactie is. Het gaat, gaat heel snel. Maar daar is wat Murat net aangaf. De, de aanhoudingen. Nu al net zoveel als vorig jaar. En toch de veroordelingen. Het zijn forse straffen. Ja. Dat we er toch vanuit gaan dat dat wel echt afschrikwekkend gaat werken. En dat dat de aanzuigende werking op jongeren die het willen gaan doen, wel vermindert. Dus ik heb wel de verwachting en hoop dat met deze verstevigde inzet van politie en ook mijn ministerie, uh, sluit ik niet uit dat we daar een daling mee voor elkaar gaan krijgen. Maar, maar dan moet dat wel bij de betreffende jeugd terechtkomen. Zeker. Dat, uh, wat ik daar ik nog kan bij. de argumenten kijken die niet. Nee. Bedoel ik niet negatief, maar niet na AT5. Nee, nee, maar een aanhouding. Ja. Nee, maar als iemand aangehouden wordt en veroordeeld, dat gaat wel echt wel in. Het ja, circuit dat we, gaat dat ja, wel dat rond. Daar hoeven we ons geen ja, zorgen maar, om, te maken. Ik, maar we hebben toch wat te snappen. Ja. Want het, mm -hmm. ik, goed dat, dat dit aangepakt wordt, mm -hmm. ik ben blij mm -hmm. dat, dat de gemeente het proactief lijkt op te pakken. Zeker. Alleen het lijkt er wel op dat je zegt. Ja, stel iedereen, nou, de eigenaar van de kapsalon. Ja. Ja, dat verhaal voor de rest niet in detail. Dus ik, ik neem dingen aan. Maar die heeft misschien mensen verkeerd genipt... maar niet in de buurt van dat dat als, als, als consequentie kunnen zijn. En die persoon wordt, krijgt dan een gebiedsverbod. Omdat dat daar eindgericht is. Stel, stel, dat stel je voor ja. dat, dat we signalen krijgen... Hè, dat, dat die, die door de politie gemonitord wordt op social media... dat er een herhaling komt... Ja. Um, en die mevrouw die, 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 nou, die is daar natuurlijk angstig voor. Hè, maar die, die zou je een gebiedsverbod kunnen geven... zodat ze niet in de buurt van haar kapsel komt... waardoor een dader geen aanleiding meer ziet om het te doen. Dat kan. doen we niet zo vaak, maar het kan. Maar cameratoezicht en sluitingen hebben we vaker gedaan. Dat gaat een stap. klinkt heel heftig. Zeker. Maar het fenomeen is zijn... ook heftig. Dus je, ja. je moet ook stevig er tegenaan. Wil je dit uh, kunnen gaan voorkomen? Ja, ja dit, dit allemaal... Manieren om erachter te komen, maar ondertussen bewoner, jullie bewoners, jullie huurders en, 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 en alle andere Amsterdammers zitten ermee. Hoe, 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 ga je, hoe ga je met de nazorg erin dat mensen toch wel weer goed kunnen wonen en dat probleem uh, goed aankunnen? Uh, nou, in, we zijn eigenlijk min of meer door schade en schande uh, wijs geworden. Ja. In het begin uh, ja, zaten we ook wel regelmatig met de, de hand in ons haar en wisten we ook niet precies hoe we daar op een goede manier op konden acteren. Uh, inmiddels uh, zijn we veel beter georganiseerd, werken we ook veel beter samen met de partners die we hierbij nodig hebben. De gemeente, de politie, andere netwerkpartners in de wijk die, uh, die we daarvoor uh, uh, nodig hebben. Mm -hmm. uh, uh, en, en komen we ook eigenlijk altijd direct ter plaatse. Ja. Uh, soms zelfs s'nachts, het gebeurt vaak s'nachts of in het begin van de ochtend. Uh, de meeste corporaties, in ieder geval stadgenoten, is 24 uur per dag uh, bereikbaar. We hebben een calamiteitenteam. Uh, die ook direct ter plaatse kan komen op het moment dat er wat uh, is. Om ook meteen al de eerste opvang van de bewoners uh, te kunnen doen. Mm -hmm. uh, wij hebben vaak ook wel gegevens van bewoners. Natuurlijk in onze systemen staan waar bewoners zelf op dat moment niet bij kunnen. Omdat ze hun telefoon niet mee naar buiten hebben kunnen nemen. Of nou ja, echt uh, alleen maar met de kleren die ze op dat moment aan hebben buiten staan. Uh, we gaan met ze in gesprek, zorgen samen met de gemeente voor opvang als dat op dat moment uh, nodig is. Hè, ergens in een, uh, een, uh, op een locatie in de buurt. Uh, en als de bewoners wel terug kunnen in de woning, als dat veilig genoeg is, dan gaan we de volgende dag wederom langs. Ja. Op sommige plekken is dat samen met, uh, met uh, onze netwerkpartners. Uh, dat lukt in de stad nog niet overal even goed. Dan gaat in ieder geval onze wijkbeheerder uh, en of onze gebiedsbeheerder uh, langs. We hebben op dit moment een uh, gebiedsbeheerde calamiteit uh, aangetrokken... die heel specifiek voor dit fenomeen uh, aan, aan de slag is. Ja. Zodat hij ook uh, haar kennis en kunde die uh, opbouwt op dit dossier... door de hele stad uh, in kan zetten. Uh, om zo ook de bewoners op een goede manier te kunnen bedienen... en ze naar de goede loketten te kunnen verwijzen. Want in het begin is dat zeker voorgekomen... dat we als instellingen naar elkaar wezen hé, hey, bewoner, nee, hiervoor moet je niet bij de corporatie zijn, maar bij de gemeente. Nou, die verwees weer naar de politie en zo ging het cirkeltje rond. Ze hebben er Noord hebben jullie die samenwerking expliciet gezocht met de politie. Ja. En pak je het dus ook proactief op? Absoluut. Ja. En Oost ook en in Zuid, ja, Zuidoost nu ook. Ja. En nou, dat, helaas <laughs> zien we dat het, uh, dat het nodig is. Maar uh, ja, doordat het nu vaker voorkomt, merk je dat we er dus ook steeds beter in worden. Ja. Hm. En virtueel je bent ook bezig met, met preventie. Je hebt een VR-tool ontwikkeld, Virtual ja. Reality. Dat zijn die brillen. Uh, dat je dan in een andere wereld stapt. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja, dat is dan niet op dit onderwerp. Dat is op het onderwerp waar uh, een tijd geleden tot op heden nog wel een beetje deelactief is. Mm het -hmm. ging over de, het mesgeweld wat ah. onder jeugdige plaatsvond. En daar hebben wij uh, samen met de gemeente hebben wij een uh, tool ontwikkeld waarin wij, uh, waar jongeren zich zeg met maar de wereld stappen. En vervolgens uh, worden ze afgeperst van een blikje drank, uh, een blikje red Bull. En op dat moment krijgen jongeren keuzes. Um, um, wat ze moeten doen op dat moment. En volgens je dan, wordt je vriend, wordt word 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 zijn koptelefoon wordt afgepakt. Ja. En dan krijg je de keus: ga je, dan, ga je daar naartoe, ga je er niet naartoe? Ben je een hulpverlener en um, ga je gewapend of ga je niet gewapend? En elk uh, scenario heeft natuurlijk zijn consequenties. Maar dit is dus weer een ander voorbeeld: een hele... hoe je dus. Met allerlei verschillende manieren uh, mensen. jeugdig weer te bereiken. Ja. om dus daarin uh, 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 scenario's uh, van tevoren te kunnen uh, laten zien. en ja. de juiste keuzes proberen te maken. En overigens denk ik dat ook voor dit fenomeen. ook wel in zoiets bedacht moet worden. Want ja. ik merk dat jeugdigen het gevaar er eigenlijk niet van inzien. om voor hun eventjes een explosief. en het, we noemen het allemaal een explosief. maar we praten eigenlijk over. vaak over. Een, een, een vuurwerk die 15 euro kost, maar de schade daarvan kost, is, is gigantisch. Mm -hmm. Zo'n Cobra, voor drie, drie Cobra's koop je voor 15 of 20 euro. En vervolgens, de schade, is, schade gaat in duizenden euro's. Ja. En voor hun is dat heel eventjes maar. Maar voor ons is het een enorme ravage. Ja, een vuurwerkboom is meer een aanslag. Ja, ik noem het echt een aanslag. Het ja. is gericht. Hmm. Um, en uh, ja wat net aangegeven wordt, je kunt er heel makkelijk aankomen, je kunt gewoon mm -hmm. op internet kun je die dingen bestellen, die laat je dan natuurlijk niet bij jezelf bezorgen, maar daar zijn dan ook wel weer manieren voor, ja je knutselt die dingen aan elkaar, je doet er wat brandbaars uh, omheen, je steekt het aan en je weet gewoon niet wat je meemaakt ja. um, en uh, het werd ook in het filmpje al aangegeven, het is gewoon wachten tot het echt misgaat, we hebben recent in Oosten een enorme explosie gehad, waarbij zes woningen voor langer dan een half jaar onbewoonbaar zijn. De hele voorgevel is vijf centimeter naar voren gekomen. De hele constructie is, uh, was op dat moment al onveilig. Het had gewoon in kunnen storten. Ja. Je wilt toch niet op je geweten hebben dat je dat je slachtoffers maakt, op zo'n manier. Ja, ik, ik snap dat je als jeugdige daar totaal niet bij stilstaat en niet over nadenkt, maar ik vind dat het ook wel bij begint uh, dat we mensen daar wel op wijzen. He, dat het uh, niet alleen blijft bij een voordeur die je eruit knalt... of een brievenbus die je beschadigd raakt. Maar dat, het, uh, dat sommige panden zijn nou, wat ouder en uh, constructief wat minder sterk. Hm. Ja, daar kan het dus echt helemaal misgaan. En de oplossing is dus inderdaad al die verschillende manieren... mensen aanspreken, in het gesprek aangaan met, met ouders, met, met, met daders... met slachtoffers, met, slachtoffer, met medebewoners, iedereen. En er zijn dus dit soort tools die je aanschrijft. Ja. Virtual is er dus een mogelijkheid voor... Maar dat betekent dus ook meer samenwerking en elkaar beter kunnen vinden. Want ik snap precies wat je zegt: dat het in eerste instantie. Die, uh, ik weet ook niet wat wij kunnen doen als corporatie of ik weet niet wat wij kunnen doen als gemeente. Je moet bij de ander zijn. Dan mag ik daar nog geen twee, twee maken? Nee, wat virtual aangeeft van zeg maar die, uh, die tool voor wapengeweld. We zijn ook een campagne aan het voorbereiden op explosies. Ja. Die is enerzijds op ouders gericht. Dat als kinderen met veel geld thuiskomen, hoe kan dat nou? Hè? Dat, mm -hmm. ze, dat ze signaleren en ook weten waar ze hulp kunnen vinden. En hij uh, is ook op jongeren gericht, waarmee met jongerenwerkers, werkers met jongeren gesproken worden, juist over de gevolgen. Weet wat je doet, je persoonlijke gevolgen de strafvervolging, maar ook wat je anderen aandoet. Ik denk dat die zeg maar, begin juni uh, uh, echt uh, uitgeprobeerd gaat worden. Dus daar zijn we uh, op dit moment um, nou ja, mee bezig... en hopen dat dat ook weer zijn effect uh, kan hebben. Dus al die stappen die er gezet worden. Ja. Hoe kunnen we de volgende stap zetten? Dus we kijken, mensen die hier naar kijken mm -hmm. ook, we allemaal. Hoe kunnen we zorgen dat, dit, dat die samenwerking om, om dit te, de tijd te keren... dat dat uh, soepeler gaat lopen? Wat, wat, hebben we, wat moeten we zeker gaan beginnen, Virgil? Hoe gaan we dat, die samenwerking versterken? Een integrale aanpak. Ik hoorde net ook iemand uh, vertellen in de, in de zaal. Mm -hmm. Ik denk dat de integrale aanpak ontzettend nodig is. Ja. Uh, dat vind ik altijd een beetje een ingewikkeld woord. Maar dat betekent mm -hmm. in die geval gewoon uh, dat iedereen die ook maar een beetje uh, met dit probleem te maken heeft, elkaar moet vinden. Juist. En samen moet werken. Ja. Daar zit een complexiteit aan. We, hebben, ja, we zijn in gesprek. We zijn, ja, uh. we zijn ook in gesprek met corporaties gisteren nog met een collega van jou, van stadgenoot, en die zegt, kijk, wij hebben best wel veel informatie over wie er woont ja. en wat de achtergronden zijn. Nou, die hebben wij als gemeente ook, en die kan de politie ook hebben. Je zou kunnen zeggen dat dat bij elkaar brengt. Dan kan je misschien zelfs aan de voorkant komen, een risico bepalen op een adres zou kunnen, of als het iets gebeurt weet je meer. Alleen, dan kom je natuurlijk een privacywetgeving aan. Dat je dit soort gegevens niet allemaal zomaar eventjes kan delen. En dat is ook weer ter bescherming van de burger. Dus wij weten meer dan wat we gebruiken. Ja. Alleen, en, en we gaan natuurlijk wel op zoek hoe we in de samenwerking, want dit wordt wel echt een onderwerp van gesprek, wat kunnen we wel delen om ja, toch meer aan die voorkant te kunnen komen en dingen te kunnen voorkomen. Maar dat gaat dus inderdaad over goed informatie delen. En... Ja. Ik bedoel, je gaat niet kind met de badwater weggooien, dat Zeker. onze rechtsstaat weggooien. Dus Zeker. Graag overheid houden. <laughs> maar dat betekent dus wel inderdaad zorgen dat dat goed aan elkaar gekoppeld is. Ja. En dat signalen goed doorgaan. Ja. In te gaan aanpak. Dat Juist. is jouw onderwerp. Ja. En jij eens? Een... Nou ja, en, en um, de meldingsbereidheid. Wij zijn heel erg afhankelijk van signalen van bewoners zelf. Hm. Vaak horen we achteraf wel van corporaties: waarom hebben jullie ja. niet? Ingegrepen, want jullie wisten toch wat er speelde. We hebben het gezegd. We hebben het, het gemeld. Gehandeld. En als we dan in ons systeem kijken, ja, dan is het toch niet zo vaak gemeld als ze allemaal zelf wel denken. Mm -hmm. um, en uh, ja, daar zijn we wel heel erg van uh, afhankelijk. Want Zij zijn echt de ogen gaan. en de oren in de wijk. Je, de, soms melden mensen het. En als je het wel mailt, dan, dan kan er ook gehandeld worden. Nou, het komt natuurlijk niet. We hebben tot nu toe nog nooit een melding gehad. Goh, we verwachten dat daar een explosie mm. komt. Of we verwachten dat mijn buurman zich bezighoudt met het plaatsen van explosieven. Yeah. Um, maar we hebben natuurlijk wel uh, signalen over uh, jeugd die rondhangen in een uh, boksgang. Of zich vaak ophouden in een box. Nou, dan gaat onze wijkbeheerder wel eens langs om te kijken. Uh, Bel dan aan bij de moeder om te uh, kijken of misschien de boksgang even zouden mogen schouwen. Dus um, ja, er zijn wel meldingen waar signalen achter zitten. en als je die dus met elkaar zou kunnen delen, wij mogen niet zomaar ergens naar binnen. Nee. Maar de politie mag dat misschien wel als er voldoende signalen zijn. Ja, als je die signalen wat meer met elkaar zou kunnen delen, maar alles valt, en staat natuurlijk ook wel bij de meldingsbereidheid van bewoners uit complexen zelf. Maar wat is dan? Ik bedoel, mensen kunnen ergens hangen, ergens zijn, mm -hmm. maar dat is nog niet meteen dat dat een correlatie is, dat dat meteen daartoe leidt. Dus nee. Nee, maar wat je wel vaak ziet, is dat mensen best wel een goed gevoel hebben over er klopt iets wel of er nee. klopt iets niet. En uh, je kunt het beter één keer te veel melden dan dat je het niet meldt. En we gaan er altijd heel uh, integer mee om. Dus we melden nooit aan degene wie we afstappen, waar de melding vandaan is gekomen. Ik snap nee. wel dat mensen het heel spannend vinden om het te melden. Ja. Maar het begint er wel vaak mee. Iemand in de zaal zegt staat anoniem, ga ik zo meteen op het scherm ook zeggen. Dat is een goede plek, omdat het staat nu ook in beeld. Dat is het leuke en het lastige van natuurlijk een opname hier in deze zaal. Hoe is de connectie naar het landelijk beleid, Want het is een landelijk probleem, maar vooral in de grote steden. Ja, we hebben daar natuurlijk regelmatig gesprekken over met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uh, die, uh, nou, die zouden een taskforce formeren, mm -hmm. maar dan is het vraag, wat gaan ze doen? En, en tot nu toe is het eigenlijk niet heel veel meer dan onderzoek. Ja. Uh, en dat kan ook belangrijk zijn om het nog beter te snappen. Dat uh, noem je fenomeenonderzoek, uh, hoe zit dat in elkaar, wat zijn de achtergronden? Wie weet kunnen we daar dingen aan ontlenen waardoor we beter kunnen uh, optreden. Maar dat is eigenlijk het maximale uh, wat gebeurt. En wat wij vanuit Amsterdam regelmatig <tus> gevraagd hebben om een algemeen vuurwerkverbod in te stellen en ook het verbod op vuurwerkverkoop. Uh, want dan kan je toch makkelijker uh, voorkomen dat op internet van alles uh, verkocht wordt. Maar Aha. daar wil uh, deze regering en ook de volgende regering denk ik niet aan. Dus waardoor de handel uh, levendig blijft en heel makkelijk uh, ja, dit soort dingen verkrijgbaar zijn. Dat hadden we graag anders gezien. Ja, ja. Dan misschien moeten we daar op een later moment over doorgaan. Ik heb de neiging om te vragen, volgens mij... Er zijn allerlei vormen van vuurwerk verboden nu al. Nee. Nu alsnog gewoon op straat nee. verschijnen. Maar nee, nee, de, de, nee de, vuurwerk mag gewoon verkocht worden overal. Ja. Alleen in Amsterdam niet afgestoken worden. Maar wat wij willen, is een vuurwerkverkoopverbod in heel Nederland. Waardoor het moeilijk en verkrijgbaar is. Ja, die ja. cobras die gebruikt worden, kun je niet gewoon in de legale handel... hier bij een dat vuurwerkwinkel. Is nee, dat ook niet. Uh, uh, de, daar wilde ik heen, maar ik zou meteen naar een klok... Mm-hmm. We zijn namelijk aan het eind van deze opname bij AT5. En ik wil er nog een, een aantal uh, 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 dingen met jullie delen. Allereerst heb je hiermee te maken of heb je uh, behoefte om hier met iemand over door te praten. Er komt nu een beeld in, of iets in beeld. Dat is namelijk met Slachtofferhulp. Die is overigens hier ook in de zaal aanwezig. Uh, uh, ga naar slachtofferhulp.nl of bel met 0900 0101. Of ga naar meldmisdaadanoniem.nl of bel met 0800 7000. Uh, wat natuurlijk ook gewoon kan, is contact opnemen met de woningbouwcorporatie of met de gemeente of de politie. Uh, als je hier last van hebt of uh, hier hulp bij nodig hebt. Bedankt voor het kijken. Uh, op de website zwaargepunt.nl staan alle programma's die er nog aankomen over allerlei verschillende onderwerpen. Mm. En soms zijn die wat zwaarder, zoals deze, en soms zijn die wat vrolijker. Maar uh, al deze programma's zijn gratis te kijken. En uh, op YouTube staan ook heel veel oude programma's. Uh, programma's van Pakhuis de Zwager, die ook gewoon terug kan kijken. Uh, doe dat. En ik zie jullie graag de volgende keer hier in Pakhuis de Zwager bij het gesprek live. Want hier in de zaal gaan we doorpraten. Deze keer zonder opname. Graag tot de volgende keer en tot ziens. Dag.